Een eeuwenoud pand, wat is omgebouwd tot het cultuurcentrum van Enkhuizen. Het zou het visitekaartje van de stad moeten zijn. Maar al langere tijd kampen ze met verschillende problemen. Als ik kijk naar dat dit toch de huiskamer van Enkhuizen is, dan is bij betaling van 20.000 huur en 28.000 euro subsidie, dus netto 8.000 euro, dan is dat heel weinig voor zo'n markant pand met zoveel activiteiten en met toch wel de uitstraling van Enkhuizen. De dromedaris luidt daarom nu de noodklok, zodat ze hun rekeningen kunnen blijven betalen. De situatie is als volgt. Een kleine 10 jaar terug is de dromedaris volledig gestript en gemoderniseerd onder het vorige bestuur. Dat is allemaal gedaan op kosten van de gemeenschap, dus gemeente Enkhuizen. En het stichtingsbestuur heeft gezorgd voor de inrichting. Dat is allemaal perfect gegaan. Alleen destijds zijn er ter besparing van kosten minder uitgaven gedaan, met name aan de isolatie. En er is ook eigenlijk al 10 jaar een probleem met de verwarming. En dat betekent eigenlijk concreet dat je soms hele hoge temperaturen hebt, of zoals afgelopen winter een paar keer, dat de mensen in de bioscoop gewoon met kleedjes en jassen aanzitten omdat het gewoon 14, 15 graden is. En dat kan natuurlijk niet. De gemeente trekt nu voor eenmalig 30.000 euro uit. Een externe partij zal moeten bepalen of de Drom extra subsidie krijgt. We zijn blij wel dat de gemeenteraad unaniem hun steun heeft uitgesproken richting het bestuur van de Stichting Dromedaris. Dus dat zijn we blij mee. Dat geeft ook aan dat ze willen. Maar nu moeten we natuurlijk wel verder en hebben we daadkracht nodig. De Drom geeft aan als ze geen extra geld ontvangen, dat ze vrezen dat ze de deuren zouden moeten sluiten.